je gaat hier echt goed thuis voelen en snel goede vrienden maken. Het gaat echt helemaal goed komen. Ja. Dag mam, tot vanmiddag. Nou, tot vanmiddag, veel plezier. Britt van der Laan. Hallo. Heb jij even geslapen? Nee, ben ik te laat. Je bent de laatste in mijn klas. En die krijgen bij voorbaat een punt aftrek op hun eerstvolgende toets. Maar ik dacht dat de les was... Jij moet niet denken, Britt van der Laan. Denken. Dan gaat het fout. Waar is je uniform? Uniform? Kijk eens om je heen, Britt van der Laan. Jij hebt geen uniform aan. En dat is ook de laatste keer dat je dat doet. Schijnbaar heeft de jeugd van tegenwoordig geen enkele manieren meer. Jammer. Heel verdrietig. En je hebt een telefoon. Ja. Ja. Die mag je in de bak leggen. De bak ligt daar op het bureau. En daarna mag jij, nadat je de deur achter jouw billetjes hebt dichtgemaakt, naar je stoel. En je stoel is leeg. Dat is de laatste lege stoel in de klassenformatie. Aangezien je zelf niet kan denken, gooi ik het maar naar je toe op een presenteerblaadje. Ga je gang. Rechtop zitten. Dat getuigt van respect, Britt van der Laan. De dagstructuur ziet eruit als volgt. Stilte. Hard werken. Lunch in stilte. Daarna hard werken. Daarna niks doen, terwijl je voor je uitstaart in de leegte. Plas en poep hou je op tot het einde van de schooldag. En ziek en overgeven resulteert in het opruimen van jouw overgeefsel met je eigen handen en het terug te stoppen naar de plek waar het vandaan kwam. En dan nu de kernbegrippen. Wat zijn de kernbegrippen? Hou je kop. Goed, waar waren we gebleven? Ach ja, de Tweede Wereldoorlog. Wat verdrietig. De Tweede Wereldoorlog is een van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen in de 20e eeuw. Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog, Willem? De Tweede Wereldoorlog begon in 1939. Dank je, Willem. Is er tenminste nog iemand bij de les? Wie weet wanneer de Tweede Wereldoorlog eindigde? Meneer, kast let niet op! Kast let niet op! Kast let niet op! Orde! Dankjewel, Anna. Kas, hoe vaak moet ik het jou nog uitleggen? Ik ben heel erg teleurgesteld in jou. Niet eens in wat je doet, maar puur in wie je bent. Kom naar voren. Kom maar.
Kijk, Cas, dit gebeurt er nou als je geen discipline hebt of orde of als je überhaupt niet goed in elkaar zit. Kinderen, wat vinden jullie nou eigenlijk van Cas? Wat zijn jullie aan het doen? Waarom komen jullie niet op voor jullie vriend? Shh, het is alleen maar erger. Ja! Brit van der Laan. Daar ben je weer. Hebben we een probleem? Brit van der Laan? Waarom doet u dit? Heb je nog een vraag, Brit? Zo behandel je leerlingen toch niet? Oh, dat is een mededeling. Dat is geen vraag. Maar natuurlijk begrijp je dat niet, aangezien je geen gebruik maakt van je hersencapaciteit. Super zonde, maar het is wat het is. Los van het feit dat je ook onze zuurstof aan het verspillen bent, waarbij ik je tussen haakjes ook meteen even wil vragen dat niet meer te doen, is dit antwoord als volgt. Ik doe wat ik wil en ik doe wanneer ik het wil. En jij accepteert dat. Maar dat zul je nog wel leren. Want het zit namelijk... Komen wij gelegen? Ja. Even inchecken bij Brit, kijken hoe het met haar gaat. Dit is mijn vriend. Hè? Ja. Ja. Ga lekker zitten, Cas. En lekker in je stoel. Wat mooi jouw spreekwoord over jouw oma. Wat een prachtig mens. Hi Brit. Ik ben de directrice van de school. Maar je mag me Julia noemen als je wil. En dit is mijn stagiaire Roos. En, voel je een beetje thuis bij ons op school? Ja, goed hoor. Fijn, fijn. En meester Rolf? Fijne leerkracht is dat, hè? Ja, hij is een hele leuke leraar. Hij is echt de beste ooit. Heel fijn om te horen. Nou, als er iets is, mijn kantoor staat voor je open. Kun je gewoon even bij me langskomen. En ik wens je vooral heel veel plezier bij ons op school. Ga mee? Ja. Dankjewel. Wat jammer dat ze gaat. We zullen je missen. Ik zing een liedje voor je. Jammer dat je weggaat. Jammer dat je weggaat. Jammer dat je teruggaat naar je eigen kantoor. Naar je eigen kantoor. Naar je eigen kantoor. Pom, pom. Padam. Pom. Bam. Brit van der Laan, zometeen in de pauze heb jij 15 minuten de tijd om 100 keer de volgende zin op te schrijven. Ik ben een mislukking. Mijn bestaan is een fout. Ik ben dom. En meester Rolf is mijn enige baken van hoop. Veel succes. Oh my god, dit boek is zo leuk. Die van mij is echt veel leuker. Ja, sorry, maar volgens mij ik het beste boek. Lees jij dan? History natuurlijk. En jij? De Ring van het Licht 2. En wat lees jij? Grote Slaapfeest 3. Mag ik bij jullie zitten? Doe eerst maar eens een uniform aan. We hoeven hier geen buitenstaanders die vertellen wat wij moeten doen. Brit, Brit, kom maar bij ons zitten. Bedankt dat je voor me opkwam. Dat was heel erg moedig. Met wie reken ik later nog wel, vertel ik je het. Bedankt dat ik bij jullie mag zitten. Maak je maar geen zorgen over die anderen. Ze zijn alleen maar bang voor de meester. Is dit normaal op deze school? Waarom doen alle leerlingen mee? Nee, alleen meester Rolf doet zo. Aan het begin van het jaar deed hij nog aardig, maar het werd steeds erger. Alle ouders en leerkrachten geloven dat hij aardig is. En hij dreigt ons onvoldoendes te geven en te laten zitten als we de waarheid over hem vertellen. We doen de hele klas maar mee, zodat ze niet opvallen en gepest worden. Als we de rest van de klas kunnen overtuigen, hoeft het toch niet zo door te gaan? We kunnen het proberen, maar verwacht niet te veel. Dus als we allemaal samen in opstand komen, geloven ze ons heus wel. Hoe weet je dat?
Ik zou echt wel willen, maar... Meerdere klasgenoten hebben het al geprobeerd te vertellen. Maar de meester heeft iedereen wijsgemaakt dat ze onbetrouwbaar waren. Als ik zo doorga als nu, ga ik sowieso over. En ik wil nog maar één periode het overleven. Ja, maar de volgende klas dan? Hij houdt niet vanzelf op. Roep, kom op man. Sorry bro, alleen als jullie de hele klas overhalen, dan komen wij joinen. We hebben een echte horrormeester, alsjeblieft help ons. Sorry, maar hier geloof ik helemaal niks van. Ik ook niet. We gaan jullie niet helpen, succes ermee. Waarom zouden we de meester weg willen? Ik vind hem juist geweldig. De kinderen van tegenwoordig hebben echt een harde hand nodig. Helemaal mee eens. Je bent zelf een kind van tegenwoordig. Dat bedoel ik. Oké, dan. Waar bemoei je je eigenlijk mee, nieuweling? Sorry dat ik jullie probeer te helpen. Nou, dat ging goed. We hebben helemaal niemand kunnen overtuigen. Ja, echt erop. Maakt me niet uit. Als de meester weer zo gaat doen, ga ik echt niet stilzitten. Laten we een paar dagen wachten, totdat we meer steun van klasgenoten krijgen. En dan iets doen. Nee, ik ga mijn andere klasgenoten niet laten pesten door deze tiran. Van der Laan. Ik wil graag even zien of het gelukt is met jouw strafregels. Of zal ik het anders noemen? Je waarheidregels. Wil je even naar voren komen? Ik ben een mislukkeling. Mijn bestaan is een fout. Ik ben dom en meester Rolf is mijn enige hoop. En ook nog eens daar maak je een fout, alsof het al niet achterlijk genoeg was. Het was namelijk mijn enige baken van hoop. Waar zijn die andere 94? Je mag praten hoor. Ik ga niet tijdens de pauze strafregels schrijven. Nou, dat lieg je, want je hebt er net 6 gedaan. Het is nog steeds lastig, hè, denken. God, wat een drama. Lieve kinderen, wat vinden wij nou eigenlijk van Britt van der Laan? Schaamje, 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 schaamje. Oh, maar, hier gaat blijkbaar ook iets fout. Schijnbaar zijn jullie al meteen in de ban van Britt van der Laan. Of hebben jullie gewoon behoefte aan schaamte? Dat zou ik ook wel begrijpen als ik zo naar jullie kijk. Meneer, u praat altijd over respect, maar u respecteert ons voor geen meter. Nee, dat klopt. Waarom zou ik iemand respecteren die mislukt is? Wat vinden wij van deze achterlijke kinderen die hier naast mij staan? Schaamje, 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 dan schrijf ik mij onvoldoende. Oh, wacht even hoor, er gaat weer iets mis. Nog zo'n verdwaald zieltje. Dames en heren, wat vinden wij van Tobias? Schaamje, 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 schaamje. Stop! Ik weet dat ik nieuw ben, maar daardoor zie ik hoe groot het verschil is met mijn oude basisschool. Hoe de meester jullie behandelt is echt niet oké. Jullie verdienen een betere leraar. Wat een prachtige speech. Geweldig. Er is nog wel iets aan intelligentie te bespeuren in jouw brein. In ieder geval een vleugje hoop. Maar helaas, pindakaas is de show over. Want we hebben nu al 12 minuten verspeeld van deze dag. En jullie mogen nu echt mijn les uit. Nee, dat doen we niet. Luister niet naar iemand die ons behandelt als oud vel. Je verdient helemaal niet om meester te zijn. We laten onze klas niet in de steek, vuile klootzak. Ik had nooit gedacht dat ik... Ah.
Anita? Mocht laten aanschouwen hoe jullie mijn gezag in twijfel brengen. Schijnbaar hebben jullie geen idee wat er gebeurt met kinderen die niet luisteren. Dus wat wij gaan doen is jullie geestelijk voorbereiden op Anita. Anita, haar genade. Dit is wat jullie zo gaan voelen. Oh, ze heeft pijn. Wat zielig. Oh. En hij huilt. Huil het er maar uit, mijn jongen. Huil het er maar uit. Let met je grote dingen van ons af. Ah! Jij wil schijnbaar een nog grotere show. Wat een genot om jou te laten zien hoe Anita haar... Is het hier, vuile lifter? Jij! Oh. Hi. Wat is er hier aan de hand? Ik vertelde de kinderen een verhaaltje over krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog gedateerd van 1939 tot 1945 toen ze werden verruild en geruild. Hij is gek! Ja, natuurlijk ben ik gek. Nee, natuurlijk ben ik niet gek kind. Het is een kind, een kinderlijk brein, geen neocortex. Die is natuurlijk pas geëvolueerd of ontwikkeld, moet ik zeggen, op de 21ste leeftijd. Dus dat kind is nog helemaal niet in staat om analytisch te denken. Dus ja, wat zeggen ze gekke dingen. Hè? Dat is heel frappant van je. Maar ik vergeef het je, want je bent een schatje. Leugens! Rolf? Ik heb hierop te zeggen dat het kind achterlijk is en niet gespoord. Oh, zei ik dat hard? Nee, dat zei ik niet hard. Oh, dat zei ik wel hard, jammer. Ja, wat ik wil zeggen is dat het heel verdrietig is dat zij dat zo ervaart. En wat heb je daar in je handen? Dat is Anita. Dat is een niet-machine. En daarmee niet ik mijn verhaal aan elkaar vast, want ik mis af en toe overbruggingen van het ene aspect naar het ander. Zoals ik het nu zie, wil ik jou niet meer in deze school hebben. Volgende week word je uitgenodigd door de raad. Kun je daar je verhaal doen. Maar jullie krijgen deze meester niet meer in school te zien. En ik denk ook dat je niet meer aan het werk kan met kinderen. Kan ik jou een kop koffie aanbieden? Nee, geen koffie. Ik wil dat jij nu de deur uitgaat. Huppakee. Even doorlopen. Nee. Nee, ook niet dit meisje nog doen. Ga weg! Wegwezen! Bizar hè, van die horrormeester, dat hij echt bestaat. Ja, ik hoop dat ze hem in de gevangenis hebben gepropt. Ik hoop dat hij nooit, nooit meer bij een school kan werken. Nou ja, alleen als hij wc's gaat schilderen. Hij boek op er ook. Ja hoor, is goed. Nee hoor, is gewoon een vriend van me. Zo. Wij zijn jullie nieuwe leerkrachten, juf Roos en ik. Ga lekker met jullie verder. Dat hebben jullie wel verdiend.
dachten we zo. En juf Roos heeft een leuke les voorbereid om de dag vrolijk mee te beginnen. Nou, take it away, Roos. Dit zijn de sambalballen en daar ga ik jullie vandaag alles over leren. En we gaan natuurlijk ook muziek maken.